Hey, fijn dat je kijkt. Ik ga in deze video weer een kijkersvraag beantwoorden, zonder fluff, zonder bullshit, straight to the point. En wil jij trouwens wekelijks van mij de beste tips ontvangen omtrent je polbusiness? Of wil je een gratis training over product research inzien van 1,5 uur, waarin ik alle ins en outs gedetailleerd uitleg over hoe ik dat proces aanpak? Check dan even de omschrijving om je in te schrijven en voor nu veel kijkplezier. Hallo, ik heb een vraagje over strikes. Ik heb er 3. Ik heb gehoord dat ik 25 weken moet wachten en daarna dat het vanzelf weggaat. Klopt dat? Ja, de strikes worden inderdaad een half jaar bewaard. Als je lief bent een half jaar, dan worden ze voor je weggehaald. Je vindt het ook terug bij jouw prestatiescherm. Als je dan even op het informatieknopje klikt, het i'tje, dan zie je hoeveel weken je nog moet wachten. Ja, ik ben even kwijt of daar het totaal aantal weken staat of dat het aantal weken staat dat je nog moet wachten. Maar daar zie je dat terugkomen. En je bent niet de enige met strikes. Ik denk dat er heel veel mensen die werken met een fulfillment center of dat ze zelf verzenden met strikes te maken heeft. Ik heb er zelf ook heel veel problemen mee gehad vorig jaar. Ik heb daar meerdere video's over gemaakt op YouTube. Dus zoek maar op mijn kanaal op strikes. Dan vind je meerdere video's erover en wat je moet doen bij 5 strikes, wat je moet doen bij 7 strikes. Bekijk ze even, dan ben je wellicht voorbereid voor wanneer dat zou gebeuren. Ik hoop het natuurlijk niet. En 26 weken is inderdaad een hele lange periode, maar het is nog niet zo lang als de 52 weken waarop je moet wachten voor jouw beleidspuntenvermindering. Dus die punten zijn wellicht nog belangrijker. Dus dat zijn 2 cijfers die je even in je achterhoofd moet houden. En je moet gewoon even lief zijn. Wat je wel zou kunnen doen is een additionele account aanmaken als backup zijnde. Dat zou je kunnen helpen, want stel je voor je komt een beetje dichtbij het maximaal aantal beleidspunten. Dan heb je tenminste nog een backup account. En dat zou ik gewoon heel vroeg aanvragen en gelijk LVB aanvragen, gelijk sponsor products aanvragen, aangezien daar een wachttijd op zit. En als je een backup account hebt, dan heb je tenminste altijd nog iets om op terug te vallen. Maar dat moet je wel doen voordat het te laat is, want als je account helemaal afgesloten wordt met 7 van de 7 strikes, dan worden al je accounts afgesloten. Dus het is meer een tussenweg dat je kan nemen voordat het te laat is. Succes ermee. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet in te schrijven voor de nieuwsbrief en om je in te schrijven voor de gratis product research training van 1,5 uur. Dankjewel, tot de volgende keer.